Trouwe kijkers van mijn YouTube-kanaal en welkom nieuwelingen die deze vlog gevonden hebben. Naast mij hangt, staat, hoe je het ook bekijken wil, een Porsche Cayman 718S in een Unilak witte kleur. Het projectje voor deze Porsche is tweeledig. De remklauwen in de keramische coating en de velg in de keramische coating. En een stukje instapschade van de stoel. En het stuur even schoonmaken, want die glimt enorm. Tweeledig. De rest is, het exterieur is al aangepakt door een andere partij die hem in de PPF-folie heeft gezet. Dus aan mij nu de taak om de velgen te doen en de remklauwen en de stoel en het leer. En daarnaast zal ik uiteraard even de binnenkant even de raampjes schoonmaken, de buitenkant ramen schoonmaken. En dan zit dit projectje kortstondig er weer op. Vind je het leuk om de vlog te bekijken? Dan zou ik zeker zeggen, stay tuned. Het gaat om dit stukje instapschade en het stuurtje glimt enorm, dus daar gaan we ook wat aan doen. Thank you.
is geklaard. De velgen staan in de keramische coating. De remklauwen staan in de keramische coating, zoals je hebt kunnen zien. Het leer van de instapschade heb ik hersteld en het stuur gematteerd. En uiteraard schoongemaakt. Dit was het weer voor zover. Dank weer voor je belangstelling en vind je het leuk om het te volgen. Abonneer je op mijn kanaal. En anders zou ik zeggen, wellicht zie ik je in de volgende video. Ciao.